Zo dadelijk na de reclame in lijn 5 praten we over erotische hulpmiddelen. De gast zijn Esther en Ellen. Zij verkopen deze spullen in een winkel in Amsterdam. Ellen, dit wordt echt verkocht, hè? Het wordt echt verkocht. Het wordt veel verkocht. Massaal? Massaal, ja. Ja? Ja. We gaan er straks met jou uitgebreid over praten. Jij bent deskundig op dit gebied, dat willen we wel even vaststellen van tevoren. Ik verkoop ze al heel lang, ik gebruik ze ook al heel lang. Ja, ik ben deskundig volgens mij. Goed, dus mensen kunnen hun vragen op jou afvuren. Ja, u weet het dus, vragen kunt u stellen op nummer 06-300-555. Vragen over erotische hulpmiddelen. Zegt het u überhaupt iets? Gebruikt u ze? Of misschien bent u er wel fel op tegen? Dat kan natuurlijk ook. Wij willen heel graag uw mening horen op nummer 06-300-555. U kunt nu bellen met de redactie van Lijn 5. Tot zo na de reclame. De dinsdag om 5 barst van de humor. Om 8:45 is Ellie Sheedy het rijke luismeisje Jesse. Haar vader wil haar een lesje leren en dwingt haar een baantje te zoeken. Maar dat lijkt alleen maar meer problemen te geven. De comedy Made to Order om 8:45. Ik heb pas gelezen in de krant dat pastoraal medewerkers mensen onder andere begeleiden. Terwijl ze daar helemaal niet geschikt voor zijn. En dat levert ook vaak problemen op volgens deze krantartikelen. Na lijn 5. Murphy Brown. When they found Howard Hughes, he was dressed just like that. Haar ziet u om 10:50 wel. En aansluitend is het tijd voor Seinfeld. That is the ugliest thing I've ever seen. I don't get art. He transcends time and space. Are you an art lover? I'm an art adorer. I adore art. I love it. Me too. Seinfeld dus om 10:55. En dat is de programmering voor morgenavond tussen 8 en 12 bij... Het lijkt erop dat Noorwegen tegen aansluiting bij de Europese Unie heeft gestemd. De Noorse bevolking kon zich vandaag en gisteren uitspreken over toetreding in een referendum. Volgens de eerste prognoses van de Noorse televisie heeft tussen de 50% en 53% van de stemmers nee gezegd tegen het lidmaatschap. In het militair crisiscentrum in Den Haag wordt nog steeds gewacht op een bericht over de vrijlating van 90 Nederlandse VN-soldaten in Bosnië. Ze worden door de Bosnische Serviërs vastgehouden, al gaat het volgens de Serviërs om een onfortuinlijk misverstand. De Nederlanders behoren tot 2 konvooien, 1 met verlofgangers en 1 met brandstof voor Srebrenica. De 20 soldaten van het brandstofkonvooi zijn overgebracht naar Papraća, ten zuidwesten van Zvornik. Intussen hebben de moslims in Bosnië de oorlog om Bihać zo goed als verloren. Als ze willen, kunnen de Bosnische Serviërs en hun bondgenoten de stad zo binnenwandelen. Hopend op een allerlaatste kans hebben de moslims ingestemd met een staakt het vuren. Maar ze wachten nog altijd op een antwoord van de Serviërs. Intussen maken Europeanen en Amerikanen ruzie over wat er verder moet gebeuren. Na het falen van NAVO en VN is de verdeeldheid tussen de grootmachten groter dan ooit. Prins Bernhard heeft een longontsteking gekregen als complicatie bij zijn operatie. Afgelopen zaterdag werd de prins in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht geopereerd aan een tumor in de dikke darm. Die operatie verliep succesvol, maar vannacht heeft zich dus een longontsteking ontwikkeld. Het behandelend medisch team verwacht dat de prins zich binnen een paar dagen herstelt. Een longontsteking komt wel vaker voor na een dergelijke ingreep. 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk voor de 19-jarige man die de dood van een pony op zijn geweten heeft. In juli vorig jaar stal de man de 15 jaar oude pony uit een weide in Amsterdam-Noord. Daarna mishandelde hij de weerloze pony met stokken. Het dier raakte in paniek en verhing zichzelf aan een touw. De verdachte houdt vol dat het allemaal een ongeluk was. Hij zou onder invloed van verdovende middelen zijn geweest. Tot slot het weer. Morgenochtend enkele mistbanken, verder droog weer met zonnige perioden. Middagtemperatuur 9 graden en er staat weinig wind. RTL Rock Radio wordt het echt steeds leuker. Luister deze week ieder uur naar Joe Cocker en de vragen die hij je stelt. Hi, I'm Joe Cocker and I'd like you to be my guest
at the Birmingham NEC on Tuesday, December 6th. I hope you're the lucky one.